Patrick hier en leuk dat je kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van de Six Star Leadership podcast. We hebben een diamanten jubileum, het is aflevering nummer 60 en mijn gast is Mark van Uhm. Ja, Mark van Uhm, je hoort het al, een bekende achternaam en voor velen misschien ook wel een bekende oud-generaal. Mark van Uhm, de broer van Peter, eerder ook bij mij de gast geweest in de podcast. En in een heel mooi gesprek met Mark praat ik ook over zijn verleden, zijn commandantenrollen, de functies die hij heeft gedaan, maar ook hele mooie kennis en ervaringen over leiderschap raken. Dus het wordt een heel mooi gesprek. Ik vond het erg leuk dat Mark ook hier naar Haarlem kwam. We hebben elkaar ontmoet in Nijmegen tijdens een activiteit wat ik met de Six Star Mastermind heb gedaan eerder dit jaar. En we hadden zoveel dingen te bespreken. Ik zei, nou, kom ook naar Haarlem toe. Dus zo geschieden. Ben je nog niet geabonneerd op de podcast? Nou, ben je een YouTube-kijker? Nou, ga dan eventjes naar de subscribe-button toe. En like meteen ook even deze video. Ben je een Spotify, Apple Podcast of een andere kanaal luisteraar? Nou, ook dan kun je je abonneren. Ja, dan krijg je altijd een berichtje op het moment dat er een nieuwe podcast online gaat staan. En je kunt eventueel ook een recensie schrijven en ons een rating geven. Nou, doe dat ook. Dat is goed voor de vindbaarheid. En dan kunnen gesprekken zoals deze door veel meer mensen gevonden worden. Nou, tot zover. We gaan lekker naar het gesprek. Alvast bedankt voor het kijken en luisteren. En ik wens je veel plezier met het gesprek met Mark van Uhm. Zullen we beginnen, Mark? Ja, prima. Ja, ik zeg welkom bij de Six Star Leadership podcast. We hebben weer een jubileumuitzending, diamanten uitzending. Vandaag de 60ste uitzending. En ik heb wederom een ex-generaal op de koffie in Haarlem, en dat is Mark van Uhm. Van Uhm, hè? Van Uhm. Ja. Doe ik het weer verkeerd, hè? Ja. Heb ik het vorige keer niet goed gedaan, dan? Nee, ik hoorde dat jij zei Van Uhm, ja. Maar het is Van Uhm. Van Uhm, ja. Dus vandaar... Ja, je mag me gaan corrigeren als ik het niet goed doe. Ja, ja. Maar Van Uhm, dat gaat helemaal goed komen. Maar vanaf nu zeg ik gewoon Mark, dat is goed. Hè? Ja, nee, prima joh. Helemaal prima. Ja. Nou, we hebben natuurlijk... ik heb natuurlijk Peter in de podcast gehad. Ja. En we hebben natuurlijk een maandje of twee geleden... 3 maanden alweer, dat we in Nijmegen een mooie activiteit hadden. Ja, zeker, ja. In mei was het volgens mij, hebben we de Veterans March, de Sunset March heet dat, ja. Hebben we gedaan. Met Peter, met jou en met een leuke groep, allemaal mannen trouwens. Allemaal mannen, ja. Allemaal ja. Mannen. En toen zeiden we van, goh, ja, we hebben eigenlijk ook wat te bespreken met elkaar. Ja. Laten we een podcast opnemen. Ja, lijkt me leuk. Dus, ja, goed dat je er bent. Uit Brabant. Uit Brabant, ja. Ja, uit Graven. Hè? Uit Graven, ja. Hoe ben je daar beland? Nou, ik ben natuurlijk geboren en getogen in Nijmegen. Ja. Dat vind ik altijd fijn, hè? Ja, natuurlijk als goed. Nee, ik heb natuurlijk het Rijk van Nijmegen. Ja. Dat is natuurlijk in dezelfde regio. Ja. Maar toen ik op de militaire academie zat, kreeg ik op een gegeven moment verkering met een meisje uit Graven, een echte gravin. Ja. En nou, daar ben ik later mee getrouwd. En toen hebben we uiteindelijk een huis gekocht in Graven. En ja, ik ben eigenlijk een import-Brabander, maar ja. Ik woon nu al meer dan 40 jaar in Brabant. En ik zeg nu ook voor de grap, ik woon nu aan de goede kant van de Maas. Ja, ja, ja. Hè, dus dat is import Brabanten. Dus prima wonen daar. Een mooi klein vestingstadje. Ja. En heel, heel, heel prettig wonen. Ja, ik ken het, ja. Maar ja. De Nijmeegse tongval die is niet verdwenen. Hè? Nee, die zachte G die je zelf vaak niet hoort, die horen anderen nog steeds wel. Ja, ja. Ja, dus... daar heb ik in Haarlem ook hier, hoor. Ja? Ja. Ja. Dan zeggen ze, kom je in Brabant? Ik zeg, nou, net niet. Ik zeg, Gelderland, Nijmegen, Groesbeek. Ja, dat is toch een beetje zuidelijke tongval. Hè? Ja. Ja. Hey Mark, stel je eens kort voor. Kijk, ik denk dat heel veel mensen de naam van Uhm natuurlijk is heel bekend. De mensen die een militaire achtergrond hebben of daarin geïnteresseerd zijn, die zullen meteen zeggen van, hey, wat vet dat Mark van Uhm in de podcast komt. Ja. De mensen die wat minder daarin bekend zijn, stel je eens voor. Ja, nou ja, de naam van Uhm is natuurlijk bekend vanwege mijn broer, hè, Peter van Uhm, die natuurlijk echt een bekende Nederlander is. En ook natuurlijk nog regelmatig op televisie verschijnt, hè, om actuele ontwikkelingen in de wereld te duiden. Daar met name waar het gaat over conflicten. Ik ben zijn jongere broer. Wij zijn allebei in Nijmegen opgegroeid. Wij zijn afkomstig uit een bakkersgezin. Ik heb begrepen dat jij ook zoon van een bakker bent. Ja, ja, ja. Dus ja, we hadden, ik had een oude... Maar mijn vader kon niet bakken, die deed vooral bezorgen. Oh, oké. Okay. Dat zou, zou een mooie wisselwerking zijn. Ja, ja, ja. Nee, maar mijn vader en mijn moeder die hadden dus een kleine bakkerij. Een warme bakker, zoals ze dat vroeger noemden. Hè. Een klein bedrijfje. En ik had een oudere zus, die was 4 jaar ouder. Peter is mijn oudere broer, die is 3 jaar ouder dan ik.
En als ja, kinderen wisten wij gewoon niet beter als dat we gewoon thuis in de zaak moesten helpen. Ja. Hè? En als je uit school kwam, en zeker op de middelbare schoolleeftijd, ja, dan gooide je je boekentas eerst in de hoek. En eens kijken, wat is er? Moet er nog een bestelling worden weggebracht? Hè? Kan er iets gebeuren? En ja, daarna kwam het huiswerk pas aan de orde. Hè? Dus dat zeg maar hard werken. Ja, en ja. Daar hebben we wel zeg maar, ook thuis geleerd. Zie je dat nou nog in de omgeving dat ook nog is? Of is dat type gezin zeg maar vrijwel verdwenen? Ja, dat weet ik niet. Ja, er zijn natuurlijk nog veel familiebedrijven. Mm-hmm. Tegenwoordig dat kinderen echt meehelpen in het bedrijf. Zoals wij dat in die tijd hebben gedaan. Ik denk dat dat tegenwoordig niet meer zo gebeurt. Ja, denk ik ook, ja. Dan is het misschien dat er meer personeel is of zo. Mm-hmm. Maar wij vonden het heel normaal. Misschien zouden ze tegenwoordig wel zeggen, misschien een soort kinderarbeid. Maar ja, dat is het. Zo voelden wij dat helemaal niet. Het was voor ons gewoon normaal. Geboren getogen in Nijmegen. Uiteindelijk, toen mijn broer koos voor de militaire academie. Toen werd mijn blik daar ook wel een beetje op gericht. En ik had toen ik zelf... mijn eindexamenjaar zat eigenlijk twee keuzes van wat ik wilde worden. Dat was of, nou, ik wil ook officier worden. Of ik word sportinstructeur. Ik ga naar de sportacademie. Mm-hmm. Nou, uiteindelijk sollicitatie in gang gezet. En toen was ik al vrij snel aangenomen voor de militaire academie. En ik hoefde alleen nog mijn eindexamen te halen. Dus nou, toen heb ik het andere niet meer doorgezet. En nooit geen spijt van gehad. Nee. Dus ik ben ook officier geworden. En heb, maar hoe lang heb je uiteindelijk gediend? Bijna 40 jaar. 40 jaar. Ja. En ook een hele mooie carrière gehad binnen Defensie. Daar kijk ik nog steeds met heel veel tevredenheid. En ook met gepaste trots op terug. Ja. Ja. En dat pad, kijk, Peter ging dus 3 jaar eerder als jou al naar de militaire academie. Peter is 3 jaar ouder dan ik. Ja. Maar die heeft destijds de HBS gedaan. En die was met 17 jaar. Was hij zeg maar klaar met zijn middelbare school. Mm-hmm. Toen zijn met 17 jaar naar de militaire academie gegaan. Ik heb zelf gymnasium gedaan. Dat was een 6-jarige opleiding. Dus ik ben met 18 jaar naar de KMA gegaan. Dus hij is 3 jaar ouder in leeftijd. Maar in militaire jaren zit hij 4 jaar voor mij. Mm-hmm. Dus ik kan me goed herinneren. Ik ging als geslaagd gymnast naar zijn bulletreiking. Op het moment dat hij zeg maar klaar was met de KMA opleiding. En een maand later... liep ik met mijn eigen tasje onder de poort door... om te beginnen aan mijn opleiding. Ja. Dus in KMA-termen, hij is voor mij bedoel een vijfdejaars. Mm-hmm. En dus toen ik op de KMA begon... toen werd ik, had je zo van die... Hè, zeg maar, om de waarden en normen te leren... Dat, vroeger heette dat dan hè, ontgroening. Dat mag tegenwoordig niet meer zo genoemd worden. Nee, pas op, hè. Coördinatieperiode. Daar worden we van YouTube afgehaald. Ja, ja. En in die tijd, toen werd je door de derdejaars dus zeg maar wegwijs gemaakt in het reilen en zeilen op de KMA met de waarden en de normen en de omgangsvormen die daarbij horen. En dat jaar was door Peter zijn jaar, een aantal jaren eerder, ze hebben ook ingewerkt. Oh zo, dus de mensen die jou moesten inwerken, die waren ingewerkt door Peter. Ja. Hadden die nog een appeltje te verschillen? Dus laat ik zeggen, de naam van hun was bekend. Ja. En ik weet niet of ze met mij een appeltje hebben geschild. Ik heb het nooit zo ervaren. Het is niet gelukt. Maar in ieder geval, de naam van hun was bekend. En dat was prima. Dus zodoende. Dus ja. Hij is 3 jaar ouder in leeftijd. En militair gezien dus 4 jaar voor op mij. Gymnasium in Nijmegen gedaan? Ja. Waar nu zeg maar tegenover de Albert Heijn zit. Dat was toen het Stedelijk Gymnasium? Nee, ik heb op het Canisius College gezeten. Op het Canisius College, oké. Aan de Bergendalsweg. Wij woonden in Nijmegen-Oost, de Torenopstraat. En dat was, had je dan het Mater Dei. Dat was zeg maar bovenaan de bult van de Bergendalsweg. Daar was zeg maar vroeger het gymnasium voor meisjes en dan had je het Canisius College, dat was voor jongens. Maar de tijd dat ik naar de middelbare school was, zeg maar meisjes en jongens alweer bij elkaar. En toen zat het gymnasium eerst op Mater Dei bovenaan de berg. En later zaten we op, dus dat gefuseerd. Ja. En toen zaten we ook op het Canisius College wat lager op de Bergendalsweg. Ja, ik heb zelf op de NSG gezeten. Ja. Maar wat je nu omschrijft, die hoek, zeg maar, dat is trekvogels en leemkuil area, toch? Jazeker. Ja, toch? Ja. Ik heb van pupilletje en junioren tot het eerste elftal bij trekvogels ook gevoetbald, hè, op de Kwakkenberg. Mm-hmm. En ik moest altijd met veel plezier... De leemkuil ligt daar toch ook? Ja,
Ja, dus ja die Leemkuil, ja, daar gingen we als kind ook vaak spelen. Hè? Ja. Hè, die ligt daar vlakbij. Leemkuil. Ja. De Leemkuil, ja. Voor de mensen die daar, we hebben ze nu over, is de mooiste speeltuin van Nederland, in mijn, voor mijn gevoel. Dat altijd. Dat is, maar was Peter toen ook een motivatie voor jou om zeg maar richting dat militaire te trekken? Of had je dat zelf ook al daarvoor? Nou, door zeg maar met name de enthousiaste verhalen waar hij mee thuis kwam, hè, tijdens zijn KMA-opleiding, heeft me dat wel meer op defensie gericht. Hè. En ik dacht, nou, dat klinkt allemaal interessant en wat hij allemaal doet en meemaakt. En daardoor is zeker mijn blik op defensie gericht en met name ook op de landmacht. En ja, ik vond het buitengewoon interessant en dat, ja, dat heeft mij ook gemotiveerd om diezelfde stap te maken. Ja, dus dat heeft denk ik zeker wel daartoe bijgedragen. En kun je nog eens een van de eerste verhalen herinneren dan die jou enthousiast maakte? Toen kwam een jonge Peter, die kwam thuis. Die zei, goh, ik nou dat heb meegemaakt, dit is fantastisch. Nou ja, ik denk met name de verhalen over ja, de kameraadschap. Mm-hmm. Hè, van het, ja, de hechte band die je hebt met je jaargenoten. Maar ook de dingen die je doet natuurlijk. Hè, als het gaat over ja, de opleiding tot militair, de fysieke aspecten. Hè, dat werk ik, nou, dat leren schieten, dat soort dingen. Ja, toch wel een beetje wat het militair zijn. Ja. Ja, dat zijn dingen die me wel. We waren natuurlijk allebei redelijk sportief. Hè, dus ja, dat was wel zeg maar iets wat ja. De verhalen waar hij dan mee thuis kwam, wat hij allemaal gedaan had. Hè, tijdens oefeningen, opleiding, trainingen. Ja, dat maakte mij wel heel nieuwsgierig van. Ja. Hey, dat is wel erg interessant. Dat is wel grappig als je dan kijkt of je nou een. Je hebt je basisschool alleen afgemaakt, of je hebt misschien je mbo gedaan, of in dit geval gymnasium. De aantrekkingskracht is eigenlijk op alle niveaus vrijwel hetzelfde. Het gaat meer om zeg maar het, ja, de dingen die we doen, weet je wel, het broederschap, het dingen doen, buiten zijn. Ja, absoluut. Ja. Is grappig, hè? Is mooi dat dan uiteindelijk over een hele grote organisatie in alle lagen, verbindt dat dan toch. Nee, dat is zeker waar. Hè. Dat geldt natuurlijk voor het niveau soldaat, onderofficier of officier. Dat, ja, we zijn, bent allemaal militair. Mm-hmm. En bij het militair zijn horen een aantal basisdingen. Hè. Je moet fysiek goed in elkaar zitten. Je moet mentaal sterk zijn. Hè. En je moet dingen doen. Ja, zeggen, nou ja, een normaal mens doet het niet. Maar ja, wij worden in situaties gebracht waar je dingen moet doen die een normaal mens niet doet. En dan moet je natuurlijk wel toe in staat zijn en op worden voorbereid. En dat geldt voor de soldaat, de onderofficier, maar ook voor de officier. Ja. Dus dat is het bindende element tussen al die niveaus binnen de krijgsmacht. Ja, en is dat dan ook het omringen met mensen die een soortgelijke, ja, noem ik dat? Het is nog geen passie. Het wordt vaak later een soort van passie wat je aan het doen bent. En ook een soort van loyaliteit wat je samen opbouwt. Ja. Maar juist omdat je je omgeeft met mensen die een soortgelijke richting hebben, versterkt dat het gevoel? Ja, zeker wel. Hè. Je hebt natuurlijk ook mensen die gemotiveerd zijn om dit te doen. Hè? Als je niet echt gemotiveerd bent, dan ga je niet door zo'n opleiding heen. Hè? Dan ga je niet die ontberingen leiden die nodig zijn om jou te vormen als soldaat, als onderofficier of officier. Die nodig zijn omdat jij klaar bent voor je taak. Ja. Dus dan moet je wel de juiste motivatie hebben. En dan vind je bij jouw jaargenoten die in dezelfde opleiding zitten, vind je vergelijkbare motivaties terug. Dus dat versterkt elkaar. Ja. Ja, maar je bent beroepsopgekomen, denk ik. Niet als dienstplicht, nee, maar het was nog wel een dienstplichtig leger in die tijd. Ik denk de helft van jouw carrière is dienstplicht geweest, de andere helft is beroeps. Ja, ik ben in 1976 naar de Militaire Academie gegaan. Nou ja, in het begin jaren 90 is natuurlijk de dienstplicht opgeschort. Mm-hmm. Hè, dus zeg maar, de eerste 15, 20 jaar was het nog een dienstplichtig leger. En daarna heb ik natuurlijk gewerkt met een volledig beroepsleger. Mm-hmm. En dat was echt wel een behoorlijk verschil. Ook als commandant zijn? Of als leidinggever? Ja. He, want in de tijd dat ik commandant was van een peloton, of commandant, dat is ongeveer man of 40, of commandant was van een compagnie, man of 150, dat waren voornamelijk dienstplichtige soldaten. Maar die hadden dan ook een andere aantrekkingskracht ten opzichte van wat we zojuist bespraken natuurlijk. Dat waren natuurlijk jongens die verplicht voor een nummer in dienst moesten. Die waren dus op een andere manier gemotiveerd. Daar moest je dus ook anders mee omgaan dan met beroepsmilitairen die dat voor hun vak willen doen als professional. Ja.
En deze jongens die werden dus uit hun burgerleven gehaald, tijdelijk in dienst geroepen. En die moesten ook worden opgeleid en getraind om, als het nodig was, ook te kunnen vechten. Mm-hmm. Dus die waren anders, die moest je op een andere manier motiveren. Hè? En ja, dat was heel anders werken met dienstplichten dan met beroepssoldaten. Maar dat had ook wel zijn charme natuurlijk weer. Ja. Hè? En natuurlijk in de loop van de tijd werd de dienstplicht, dat ze de tijd dat ze in dienst moesten, steeds korter. En daarmee werd het voor ons steeds moeilijker om ze daadwerkelijk helemaal goed opgeleid en getraind te krijgen. Dat ze het werk konden doen als dat nodig zou zijn. Ja, dus het vormingsproces nam relatief gezien steeds meer tijd in beslag. Ja. En dan was je er misschien bijna en dan gingen ze weer. Maar goed, er wordt tegenwoordig ook vaak weer een discussie gevoerd. Hè, van zou het niet goed zijn als we op een of andere manier weer of een dienstplicht of een dienstrecht systeem zouden invoeren. Omdat natuurlijk het in dienst komen voor heel veel jonge mannen destijds ook wel goed was. Mm-hmm. Hè, omdat ze natuurlijk of uit een bepaald milieu kwamen waar ze wat moeite hadden met bepaalde grenzen en regels en aanvaarden van gezag. En dan werden ze toch wel, ik wil niet zeggen naar rechts gericht in het leger, maar daar werden ze wel dingen aangereikt om waar ze in hun leven weer verder mee konden. Dus ik denk dat het voor heel veel jonge mannen destijds de dienstplicht ook een heel goed was. Hè. Ja. En het voordeel was ook dat je in die dienstplichttijd jongens uit alle lagen van de bevolking bij elkaar kreeg. Hè. Dus daar kwam de Nederlandse bevolking samen in een eenheid. De jongens hoog opgeleid, laag opgeleid, maar die wel samen in dienst moesten zijn. Ja, dus dat creëert veel meer begrip voor elkaar. Ja. En ook, ik heb zelf wel zoiets van, ik kwam net na de dienstplicht, kwam ik erin. Dus eigenlijk de jongens die zijn blijven hangen of bijvoorbeeld nog bijgetekend hadden voor de Dutch Belt, noem ik hem maar even. Ja, die zaten er nog. Ik zou zelf niet zo snel voor zijn dat dan het defensieapparaat weer de verantwoordelijkheid gaat nemen voor het begeleiden of van dat traject, Ik zie het wel bijvoorbeeld van, zou heel mooi zijn als er ergens tussenin een soort van iets georganiseerd gaat worden waar je een soort van dienstplichtachtige periode in iemand zijn leven kunt geven. En dat dan iemand kan gaan kiezen van, ik wil terug het bedrijfsleven in, ik wil defensie in. Want de professionaliteit is natuurlijk wel gigantisch veranderd van de hele club. Om dan zo'n organisatie nu te gaan belasten weer met het weerbaar maken van de Nederlandse bevolking. Hoe zie jij dat? Nou ja, ik denk dat je dan veel meer moet denken aan een soort maatschappelijke dienstrecht. Mm-hmm. Waarbij mensen bepaalde tijd in hun leven, bijvoorbeeld nadat ze een opleiding hebben afgerond, zich 6 maanden ter beschikking stellen van, ik wil iets doen voor de maatschappij. Dat kan in allerlei sectoren. Ja. En daarmee wil ik een stukje teruggeven aan de maatschappij voordat ik verder ga in mijn eigen ontwikkeling. Dus ik zou het niet alleen willen koppelen aan de krijgsmacht. Precies, zeker niet, maar gewoon breder maatschappelijk inzetbaar zijn. Als we nu kijken in de huidige tijd, kijk maar in welke sector er geen krapte is aan personeel. Dus ik denk dat op enige vorm van dienstrecht met daarbij een maatschappelijke inzet, breed, onze maatschappij goed zou doen. Maar ook de mensen die daadwerkelijk die dienstrecht gaan invullen. Ja. Dat dat een toegevoegde waarde kan zijn. Ja, dus je moet eigenlijk de discussie of het onderwerp loskoppelen aan het tekort aan militairen. Want dat zie je vaak op het moment dat er dan ergens stront in de knikker is. Ja. Dan komen we eigenlijk achter dat ons apparaat een beetje kraakt, En dan misschien moeten we weer de dienstplicht uit de kast halen. Dat is niet de oplossing. Die discussie moet je voeren ook als het goed zou gaan, inderdaad. Ja. Hoe heb jij weer uiteindelijk bij de defensie ingegaan? Wat voor een type leider was jij? Hoe heb je jezelf ontwikkeld? Ja, wat voor type leider was je? Kijk, mens, dat komt vaak bij elkaar samen natuurlijk. Ja. Nou ja, goed, ik ben natuurlijk begonnen als luitenant pelotonscommandant van een panzerinfanterie peloton. En dan heb je dus een peloton onder je van een man of 40. Hè. Dat waren dus in die tijd voornamelijk dienstplichtigen. Je had 1 beroepssergeant, dat was je pelotonssergeant. Ja. En dan had je 3 dienstplichtige sergeanten en de rest waren allemaal ook dienstplichtige soldaten. Ja, dan ben je dus de beroepsluitenant binnen zo'n compagnie. Want die andere 2 pelotonscommandanten, dat waren dienstplichtig Vaandrigs. Ja. Dus dan heb je natuurlijk door jouw langdurige opleiding, ben jij degene die de kennis heeft. Maar op dat moment heb je als luitenant nog niet de ervaring. Want je bent ook een startend officier. Ja, en dan is het natuurlijk belangrijk dat je de kans krijgt om je als jong officier te ontwikkelen. Waarbij je ook
fouten mag maken, maar dat er ook mensen zijn die jou op je fouten wijzen. Ja. Want ja, dan moet je de ervaring gaan opdoen. En het is af en toe is goed om met je neus tegen de muur te lopen en dan zeggen, oh, dit was niet goed, hoe kan ik het beter doen? Ja, veel fouten zie je natuurlijk niet van jezelf. Nee, dan moet je dus, je denkt als jongen luitenant, dan kan de heer weer de hele wereld aan. Maar je moet wel openstaan voor mensen met meer ervaring dan jij, die jou dingen kunnen leren en kunnen aanreiken. Hè? Dus ik ben altijd wel iemand geweest die ontvankelijk was voor, ik heb iets gedaan en een stukje terugkoppeling, hoe kun je het beter doen? En daar kun je van groeien. Hè? Dus je moet, in welke fase je ook bent, hè, als leider, beginnend leider, meer ervaren leider of een hele senioren leider, moet altijd openstaan voor feedback die mensen jou te geven van, je hebt nu dit gedaan, dat effect bereikt, had het ook anders gekund en had je misschien meer kunnen bereiken. Hè? Dus ik heb altijd wel open gestaan voor beter worden. Hè? Dat je in ieder geval een betere leider kunt zijn. Had je wel onderscheid van mensen waar het beter binnenkwam dan bij een ander? Kijk, als ik voor me naar mezelf kijk, ik heb me daar zelf wel in ontwikkeld. Ik vond het vroeger wel lastig. Maar van de een kon ik het dus niet hebben. En van anderen weer wel wat makkelijker. Hoe stond jij daarin? Ja, dat is natuurlijk zo. Hè? Want dat heeft ook te maken met vanuit welke achtergrond geeft iemand jou feedback. Als dat iemand is met heel veel ervaring. Hè, dat kan levenservaring zijn, dat kan functionele ervaring zijn. Is dat beter en sneller te accepteren dan van iemand die misschien in jouw ogen misschien helemaal niet zo'n goede leider is. Ja, dat is het wel het mooie woord, in jouw ogen. Weet ja, nee, maar dat is van je eigen perspectief. Ja. Hè? Ja. Hoe jij naar de dingen kijkt. Dus dat is gewoon heel menselijk. Van de een kun je meer hebben dan van een ander. Dat is ook belangrijk van, ook later is het belangrijk van, als je eenheden gaat opleiden en trainen, wie zet je dan naast zo'n commandant om als, we noemen dat vroeger hulpleiders, om dan die commandant af en toe even apart te halen, even rustig op een steen neer te zetten en even een gesprek te voeren. Ja, een hotelima. Hulpleider. En een zachte steen. Hè? Ja. Dus, maar goed. Ja. En dan moet je kijken, welke combinatie is dan echt effectief? Ja, want dan gaat het precies om, tussen die twee personen, heeft die ander nou toegang bij diegene die getraind wordt of niet? Dat zul jij misschien in jouw werk ook wel ervaren als jij met mensen bezig bent als cursisten. Zijn ze ontvankelijk voor wat jij ze aanbrengt of niet? Ja. En dat gaat bij de ene beter dan bij een ander. Dat is gewoon menselijk. Ja, en merk je zelf naarmate je de jaren verstrijken dat je meer open staat voor de mensen waar je misschien 20 jaar eerder of voor ons zei van dat vind ik gewoon iemand waar ik niet zoveel van aantrek? Ja, want iemand van 16 kan misschien heel veel te vertellen hebben. Ja. Maar toen ik zelf 23 was en kwam een jonge soldaat en me dacht, ik ben even met andere dingen bezig. Maar nu ben ik 44 en denk van, misschien heeft die jongen juist wel de dingen te vertellen die wij als ervaren mensen omringd met elkaar juist niet zien. Ja, als je dus door de jaren heen, je ontwikkelt binnen de organisatie en je gaat naar steeds hogere functioneringsniveaus, je eigen kennis wordt groter. Je ervaring wordt breder. Heb je ook meer tools om te gaan met diverse soorten collega's, ondergeschikten, maar ook met bazen. Je wordt daar door je ervaring word je beter in hoe je met bepaalde mensen in bepaalde situaties moet omgaan. En dan kun je meer hebben. Gewoon, je bent gewoon ouder in leeftijd, dat is ook een stuk wijzer. Ja. En misschien een stuk rustiger. Wat zijn de vergelijkingen tussen jou en Peter of juist de grote verschillen in deze? Zeg maar het manager van de bazen, misschien de emotionele componenten? Ja, ik denk dat Peter iets uitgesprokener is. Hè? Dat hij een duur woord wat extraverter is. Ik ben meer introvert, dus ik ben iets rustiger, iets bedachtzamer. Dus dat is denk ik wel een verschil. Verder, we zijn allebei altijd sportief geweest. Hè. Peter heeft iets meer de lichaamsbouw van de opa van ons aan moederskant. Ik heb meer de vernuimsbouw qua lichaam. Maar als je ons naast elkaar zet en je hoort elkaar, al hoort ze allebei praten, dan kun je zeggen, dat zijn twee broers. Ja. Hè. Maar we zijn toch wel verschillend. Hè. Dus we hebben ook altijd respect gehad voor elkaars carrière.
En we zijn allebei onze eigen weg gegaan binnen de landmacht. En ja, uiteindelijk zijn de twee broers allebei generaal geworden bij de landmacht. Mm-hmm. Ja, en dat is natuurlijk op zich wel heel bijzonder. Mooi, ja. Ja. Ja, en zijn jullie ook elkaar spiegel geweest in al die jaren? Want je hebt wel je eigen pad bewandeld, maar wel allebei richting luchtmobiel uiteindelijk. Uiteindelijk ook commandantenfuncties gedraaid in Oeruzgan. Ben je elkaar spiegel ook in zo'n traject? Want je ziet elkaar natuurlijk ook op de informele momenten. Misschien kennen jullie elkaar het beste van alle militairen onderling, omdat je ook nog broer bent. Ja, nou ik zou niet zeggen spiegel. Want we hebben, zeg maar, als persoon zijn wij, qua karakter zijn we toch wel verschillend. En je bent natuurlijk een militair commandant, een leider vanuit je eigen persoonlijkheid. Dus in die zin zijn we geen spiegel geweest, maar hebben wel elkaars manier van werken gerespecteerd. Peter deed het op zijn manier, ik deed het op mijn manier. En dat is ook goed, hè? Want dat denk ik ook een van mijn punten ook als ik praat over leiderschap. Het moet persoonlijk zijn. Het moet vanuit jou komen. Hè? Met jouw waarden en normen en hoe jij vindt dat je met mensen om moet gaan. Dat is heel bepalend voor jouw manier van leiderschap. Dus ik vind de persoonlijke touch in het leiderschap. En dat deed Peter vanuit zijn persoon en ik vanuit mijn persoonlijkheid. Dus we waren niet elkaar spiegel, maar wel met respect voor elkaar. En we hebben ook met elkaar afgesproken, we gaan niks voor elkaar regelen. Hè? Want Peter is ook twee keer functioneel mijn baas geweest. Dat is ook heel bijzonder, hè? Ja. He, en dat was in de tijd toen ik commandant was van de luchtmobiele brigade, de Rode Berette. Toen was hij baas van de landmacht. Dus hij was, ik was een directe ondergeschikte van hem. Maar je had natuurlijk ook andere brigades. He. En als ik iets voor mijn brigade wilde regelen, moest ik natuurlijk gewoon keiharde goede argumenten hebben. Die gewoon openlijk konden zijn. Nou, dan heeft hij een goede zaak. Dus dan krijg ik wat middelen of kon ik iets regelen voor mijn brigade. Maar het mocht niet zo zijn. Dan zeggen we, ja, dan hebben die twee broers onderling geregeld. Want dan krijg je natuurlijk alleen maar gezeik over. Ja, maar hij heeft wel geregeld dat jij niet bij hem in de kompje kwam, toch? Ja, dat was ja, dat klopt. Ja, nee, toen wij... Maar dan moest je natuurlijk even terugkomen. Ja, nee, dat snap ik. Nee, toen ik van de militaire academie afkwam. En dan word je natuurlijk als luitenant geplaatst bij je eerste eenheid. Toen ging ik dus ook naar het 48e Panzerinfanteriebataljon in 's-Hertogenbosch. En dat was het bataljon waar mijn broer op dat moment als eerste luitenant... commandant was van de Brave Compagnie. Nou, toen hij dat hoorde, toen heeft hij in ieder geval bij de bataljonscommandant, de baas van dat bataljon, aangegeven van ja, ik heb vernomen dat mijn broer bij het bataljon komt, maar die moet niet bij mij in de compagnie komen. En ik denk dat dat ook heel verstandig was. Dus toen ben ik pelotonscommandant geworden bij de Charlie Compagnie. Ja. Ja. Nou, ik kan me nog wel herinneren dat op een gegeven moment werden wij als bataljon geoefend door de brigade. En dan moesten we met het bataljon, dat is wel een beetje een militair verhaal, een opmars doen. Hè. Dan ging het bataljon over twee assen voorwaarts. En moest ik met mijn peloton, spitspeloton zijn, en dan volgde Peter met zijn compagnie. Dus het was zeg maar een beetje de Van Uumsas. Ja. Nou ja, uiteindelijk was het geen succes, want het bataljon ging over de andere as veel harder voorwaarts. En wij liepen op zware tegenstand. Ja. Dus, maar ja, toen had je dus twee luitenants. Maar jullie waren te veel aan het discussiëren met elkaar? Nee. Maar toen hadden jullie dus wel twee luitenants Van Uum in één bataljon. Dat was wel, ja, welke bedoel je nou? Ja, ja, ja. Goed, hij werd vrij snel daarna kapitein, toen was het probleem opgelost. Ja. Nee, maar goed, hij is dus uiteindelijk twee keer mijn commandant geweest. Dat was toen ik, zoals ik zojuist zei, commandant was van de luchtmobiele brigade. Nou, en hij het baas van de landmacht. Toen moest ik zeg maar in ieder geval met hele goede argumenten komen om iets te regelen voor mijn brigade. Puur om te voorkomen dat anderen zouden denken of, hey, dat hebben die twee broers geregeld. En de tweede keer dat hij mijn commandant was, dat was toen ik zelf als commandant van de taskforce in Oeruzgan op uitzending was in Afghanistan. Toen was hij commandant der strijdkrachten. Nou, en dan is het zo geregeld dat in de bevelslijn, hè, dat je dan zeg maar in de NAVO-verband, had je dan de commandant van het regionaal commando Zuid in Afghanistan, dat was op dat moment Marten Kruijf. Ja. Dat was toen mijn NAVO-commandant. Ik heb de hele driehoek nou in de podcast gehad. Ja, nou kijk, dat dan komen bijzonder. Alle lijntjes weer bij elkaar. Ja. Dus er was Marten Kruijf, en daarna was het de tweede deel van mijn uitzending was het een Engelse generaal. Parker volgens mij. Ja, toch? Ja. En toen, nou ja, en dan dat is dus je NAVO-commandant. Maar je hebt ook, in Nederland houdt namelijk, dat heet dan full command, hè, over alle uitgezonden eenheden. Dus dan is jouw Nederlandse baas, is de commandant der strijdkrachten. Nou, wat is dan het geval? Als je dan als commandant van de taskforce risicovolle operaties wil uitvoeren, dan noemen we dan level 1, level 2 operaties, dan moest dat verplicht vooraf
gebriefd worden aan de commandant der strijdkrachten. Toen zat ik daar dus in Kamp Holland, hè, in Oeruzgan, in zo'n container met een VTC, een video teleconference. Ja. Zat ik dan de operatie te brieven aan de commandant der strijdkrachten in Den Haag, op het ministerie van Defensie. Peter. En dat was mijn eigen broer. Ja. Hè? Ja. Ja. Maar ja, dat was gewoon, daar moet je gewoon heel professioneel mee omgaan. En, nou ja, en Mart was toen Archie Zout. Ja. En Mart was de voormalig plaatsvervanger van Peter toen de commandant der landstrijdkrachten was. Nee. Nee, Mart was toen van de plaatsvervanger van Rob Bertelé. Oh, van Bertelé, ja. Ja. Want toen was ja, was daarna. Maar goed, dat is daar zit je dus eigenlijk zeg maar als commandant TVU. De commandant de strijdkrachten te brieven over jouw voorgenomen operaties. Ja. En dan moest hij uiteindelijk toestemming geven. Hè? Of niet. En ja, als commandant de strijdkrachten kwam hij ook eens in de 3 maanden kwam hij op bezoek bij de uitgezonden troepen in Afghanistan. Ja, en dan sta je daar dus als commandant TVU op de vliegstrip in Tarinkhout. Sta je te wachten op de commandant de strijdkrachten. Ja. Hè? De hoogste baas van de krijgsmacht. Dat moet er wel netjes uitzien. Ja. En dan is het ook je eigen broer. Hè? Ja. En dat, ja, dat was natuurlijk... Maar zie je op een gegeven moment, zie je het dan wel... verwatert dan het broer zijn dat je zo in zo'n missie meegezogen wordt. Jullie hebben natuurlijk als familie sowieso die jaren intens de missie beleefd. Ja. Ben je dan meer bewust van, ik zie direct mijn broer? Of denk je van, goh, ik ontmoet zo meteen de commandant de strijdkrachten? Nee, dat gaat... Zo kun je dat... Jullie zijn ook zo opgegroeid, dus je weet niet beter waarschijnlijk. Nee, je kunt dat niet zo scheiden. Je moet daar dus één heel functioneel mee omgaan. Bijvoorbeeld bij het bezoek van Peter aan Afghanistan. Want ik ben natuurlijk in 2009 uitgezonden. En Peter zijn zoon Dennis is natuurlijk in 2008 gesneuveld. En ik wist ook van Peter dat ja, iedere keer als hij naar Afghanistan ging daarna... dat het voor hem ook best emotioneel zwaar was. Dat liet hij dan zeg maar tijdens het bezoeken natuurlijk niet merken. Maar als hij alleen op zijn... kamertje was, hè, als je kon slapen, ja. Dan, hè, dat was hij daar natuurlijk wel mee bezig. Ja, dan is ook van, goh. Ja. Hè? En ja, en dan komt hij op bezoek, dan brief je natuurlijk, hè, de CDS, brief je dan hè, ja. Over de stand van zaken, de voortgang, hoe is het, eventuele problemen, hè? Kan de CDS nog iets voor jou betekenen? Maar dat is echt heel functioneel. En op een gegeven moment, dan is dat officiële deel van dat bezoek is voorbij. En toen zijn we bij mij in de container... op de bank gaan zitten. En toen hebben we gewoon als broers even bijgekletst over van... nou, hoe is het thuis en Nederland en hoe is het allemaal. Ja, dus dat moet je dan wel een beetje van elkaar kunnen scheiden. Ja. Ja, maar primair is natuurlijk, hier komt de CDS. Dat is je broer. En ja, en dat loopt een beetje in elkaar over. Ja, dat is wel bijzonder, man. Ja. Het is echt heel bijzonder dat je ook dat soort... eigenlijk intense momenten in elkaars carrière... maar ook als broers, zeg maar, dat je dat zo mooi samen kunt beleven natuurlijk. Ja. Dat is want hoeveel broers hebben het voorrecht om bij elkaar te zijn op die momenten? Nou, dat is zelden. Is bijna zelden, ja. Ja, dat is heel zelden. Frank Ronald de Boer, maar... Ja. Maar over het algemeen is dat natuurlijk heel bijzonder, ja. Ja. Nee, heeft dat jullie band ook versterkt, dat je daar in elkaar ook gewoon kon vinden, zowel professioneel als broers van elkaar? Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat denk ik wel, ja. 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 Nee, maar dat is natuurlijk zeker. Hè, het is natuurlijk niks ergers dan dat je je zoon hè, of je dochter verliest. En in dit geval dan Peter en Inge dat ze Dennis hebben verloren. Ja, dan kun je natuurlijk als broer en schoonzus kun je er alleen maar voor hun zijn. Hè, ter ondersteuning om dat zware verlies te helpen dragen. Ja, en ja, dan ben je natuurlijk in primair, daar ben je ook broer voor. Ja, hè? Ja. Ja maar ook zelf natuurlijk. Hè. Zeker. Kijk, je bent oom. Ja. En het is even hypothetisch gezien, stel dat Peter niet functioneel de man was wie die was geweest. En jij had jouw jonge neef verloren. Dan was je de oom geweest die nu een commandantenfunctie had gehad, waarvan de neef was overleden in het missiegebied. Ja, ja, ja. Dus het gaat allemaal door elkaar heen natuurlijk. Ja, dus ja. En dat speelt zeker een rol. Hè, want toen ik zelf dus in voorbereiding was op mijn uitzending. En naar Afghanistan ging natuurlijk mijn vrouw en kinderen dachten ook van ja, nou dat wat we met Dennis hebben meegemaakt. Het zal toch niet zo zijn dat er nog een tweede van hem in Afghanistan achterblijft. Nee. Hè? En dus dat heeft bij hun ook wel extra spanning of hoe moet je noemen, hè? Dus zorgen. Ja. Die zeker wel zijn geweest. Het zal toch niet? Het zal toch niet? Hè? Ja.
Nee, dat speelde zeker een rol. Absoluut. Ja. En hoe heb jij, je hebt Bosnië dan, SV5, of SV6, sorry. Ja. Ik was zelf SV5, dus we hebben elkaar daar afgelost. Afgelost, ja. TFU 7, ja. Ik was zelf TFU 4. Hoe heb je al die missies ervaren? Wat zijn voor jou de grootste verschillen geweest al die jaren? Kijk, ik was in 1999 ben ik dus naar Bosnië geweest met mijn bataljon. Dat was sowieso al een behoorlijke uitdaging, want ik was natuurlijk commandant van een infanteriebataljon luchtmobiel. Voor de niet-militaire, zeg maar, mannen met een jas aan, een geweer en een helm. En een rugzak. En een grote rugzak. Ja. Rode beretten. Die normaal gesproken werken met helikopters. Hè. Die worden van A naar B met een helikopter gevlogen. En die vechten samen geïntegreerd met gevechtshelikopters. Ja, wij waren wel heel jaloers op jullie, want jullie hadden al die mooie rugzakken. Ja, ja, ja. Jullie waren de eerste. Wij hadden die pukkel nog. Ja, ja, ja. Maar goed, in Bosnië moest je dus op een andere manier optreden. Hè. En alle bataljons van de landmacht werden toen ingezet voor die missie in Bosnië. En dus ook, wij waren het eerste luchtmobiele bataljon wat in Bosnië moest optreden. Maar dan moest je optreden met een voertuig, met een kanon erop. Dat was zo'n IPR, noemden ze dat, een infanteriegevechtsvoertuig. Een gepanzerd voertuig. Hij hangt links van je. Een gepanzerd voertuig op rupsen. Nou ja, en die soldaten van mij, die zeiden van, potverdomme, dan moeten we een IPR aantrekken, hè, in plaats van een rugzak. Maar het was dus een hele uitdaging, omdat bataljon natuurlijk helemaal op die luchtmobiele leest was geschoeid, om die, zeg maar, technisch, tactisch en logistiek helemaal om te vormen naar het optreden van een gemechaniseerd bataljon. Dus dat was al een uitdaging in de voorbereiding en qua mindset. Dus daar zijn we eigenlijk een hele, we noemen dat toen de groene opleiding, hebben ze, zeg maar, omgeturnd van luchtmobiel infanterist naar gemechaniseerd. Waarbij we zoveel mogelijk de organieke verbanden, hè, van een peloton overeind hebben gehouden. Hè. Eerst groen omscholen, ja. En daarna richting het vrede. En daarna, zeg maar, hè, dat was een tweede, was dan dat je missiegericht moest voorbereiden. Specifiek op het optreden daar. Want het was natuurlijk een vredeshandhavende operatie. Er werd niet meer gevochten in Bosnië. En we moesten gewoon zorgen dat de strijdende partijen gewoon uit elkaar bleven. En een beetje toezien, hè, op het handhaven van de vrede. De Kosovo-oorlog was wel in onze periode. Dat bij jullie ook, denk ik. Dat was toch een beetje die overlapping in die jaren. Ja, maar goed, wij gingen dus naar Bosnië. Hè? Ja. Dus nee, maar wij hebben toen zelf in dat gebied, moesten wij wel eventuele Serven gaan tegenhouden als die richting Kosovo wilden gaan. En daar met de roadblocks heel veel. En nee, maar dat speelde in mijn tijd in ieder geval niet. Nee. Dus het was gewoon, je had toen het Dayton Peace Agreement. Ja. Alle strijdende partijen waren ontwapend. De wapens waren opgeslagen in complexen. Dat moest je inspecteren. Nou, er waren natuurlijk wel wat spanningen in het gebied. Hè? Met name de terugkeer van wat we noemen de DPRE's. Ja. Hè? Dus de Displaced Persons and Refugees. Dus dat leverde wel wat spanning op. Maar het was gewoon zorgen dat de zaak rustig blijft. Dat is prima gegaan. Maar dat moest je dus allemaal wel aanleren. Hoe ga je dan patrouilleren? Hoe maak je contact met de bevolking? Mm-hmm. Etcetera, etcetera. Dus ja, de grootste uitdaging was, zeg maar, in de voorbereiding het omturnen van een luchtmobiel naar een gemechaniseerd bataljon klaar voor die vredeshandhavende taak. Maar goed, ik ben van het regiment Van Heuts. En Van Heuts, de oude generaal Van Heuts, die had een mooie motto, laat ik het zo maar zeggen. Het moet, dus het kan. Dus dat had ik ook als motto gekozen voor de missie. We moeten van luchtmobiel naar dat gemechaniseerd optreden en dan specifiek gericht op het optreden in Bosnië. Dat is anders dan wat we gewend zijn. Maar het moet, dus het kan. Ja, punt. En daarmee zei ik naar je mensen toe van, luister, ja, we willen allemaal graag die uitzending doen. En ik wil zoveel mogelijk mensen van mijn bataljon meenemen, maar dan wel op die manier. Dus het moet, dus het kan. Dat is wel mooi, sprekend ook, hoe dan waardevol een hele oude leuze of een motto van een eenheid werkt om uiteindelijk dingen weer in gang te zetten. Ja. En dat was ook, we hadden natuurlijk ik was daar dus bataljonscommandant en dan had ik ook een staf. Dan hadden we iedere ochtend een strafbriefing. Oké, wat is er gebeurd? En wat gebeurt er vandaag? Aan het einde van de wat hadden we vragen? Nee, het moet, dus het kan. Ja. Voorwaarts. Ja. Dus, ja. Maar jullie zaten in Sisava, denk ik, of niet? Ja, ja, bij de ski. Ja, de oude skibeer. Dus, nou ja, en dan ja, dus zeggen. Maar had je toen ook nog, sorry, waren jullie de eerste eenheid van luchtmobiel die naar Dutchbat weer richting Bosnië gingen? Ja. Jullie waren de eerste club weer. Maar Dutchbat 3 was 13 luchtmobiel. Ja. Maar Dutchbat 1 was 11 luchtmobiel.
Ze zat daar nog een soort van iets van het verleden wat je ook meenam daarin, in het opwerken of in het verwerken, of mensen die misschien Dutchbat hadden gedraaid die ook weer meegingen? Ja, maar dat waren wel individuele gevallen. Mm-hmm. Maar er zat toch wel enige tijd wel weer tussen. Ja, vijf jaar ondertussen. Er was wel, we hadden ook zeg maar een psycholoog in de staf. En laat ik zeggen, voor sommige mensen was de uitzending naar Bosnië in 99 ook therapeutisch voor wat ze bij Dutchbat destijds hadden meegemaakt. Ja. Om te kijken, oké, het gaat weer verder, het leven gaat door. Dus dat heeft ook wel weer geholpen. Hè? Ja. Maar er waren wel individuen die binnen het bataljon, die zeg maar wat extra in de gaten werden gehouden. Mm-hmm. Maar dat is allemaal over het algemeen wel goed gegaan. Ja. Ja. En, zeg maar, en die periode zelf, ja, het is natuurlijk heel bijzonder. Je hebt het zelf meegemaakt, één, om op uitzending te zijn. Hè? Maar als je als commandant met jouw bataljon eigenlijk je hele bataljon mee mag nemen en kunt nemen, mm-hmm, naar zo'n inzet, waar je natuurlijk heel intensief met elkaar werkt. En als dat allemaal goed gaat en naar tevredenheid verloopt, ja, dan is het natuurlijk als commandant natuurlijk een fantastische ervaring. Ja. En dat was in de rang van de overste, denk ik. Toen was ik luitenant-kolonel. Ja. En dat zie je wel steeds minder inderdaad, dat je als commandant van een bataljon eigenlijk het voorrecht hebt om met jouw club, ja, in zijn geheel, zeg maar, een missie te draaien. Het is steeds meer versnipperd geworden natuurlijk. Ja. Nee, maar dat was dus echt, dat was ook mijn insteek om bij, want je moest dus die omvorming doen, hè, van luchtmobiel naar gemechaniseerd in een bepaalde organisatie, om er zoveel mogelijk mensen van mijzelf mee te nemen. Want die heb je natuurlijk, had je zelf opgeleid, getraind, gevormd. Hè, dat was een bepaalde samenhang. Ja, en dat wilde je natuurlijk vasthouden. Hè. Ja. En dat was natuurlijk erg belangrijk, hè, in die teamvorming. Ja, ja, kijk, bij de taskforce in Oeriskan was natuurlijk een heel ander soort conflict. En ik heb daar dus in 2009 een half jaar gezeten als commandant van de taskforce. En dat was in de tijd dat ze zeg maar, vechten als het moet, hè, en opbouwen als het kan. Dus het was enerzijds gevechtsoperaties en anderzijds opbouwen. Dat is ook wel vaak uitgelegd als de 3D-aanpak. Hè. Defense, diplomacy en development. Dus defense is dan de staat voor veiligheid. Diplomacy is dan met name opbouwen van het bestuur. Hè, en development is ontwikkeling. En in de fase dat ik daar commandant ging dat eigenlijk hand in hand samen. In sommige gebieden was je nog aan het vechten. En in andere gebieden was je al aan het opbouwen en aan het ontwikkelen. En het bijzondere in die tijd was met het leidinggeven, dat je als commandant TFU was je gekoppeld aan een civiel vertegenwoordiger, een diplomaat van buitenlandse zaken. En met z'n tweeën vormde je een soort command team. Hè? En met z'n tweeën, mm-hmm, stuurde je dus alle operaties aan over die drie vlakken. Hè? Ja. Omdat je ook met heel veel NGO's te maken hebt en zo? Of? NGO's, Nederlandse ambassadeurs, gelden. En dan hadden we, in ieder geval, ik heb dat gedaan met Michel Rentenaar. Dat was mijn civiel tegenwoordiger tijdens mijn uitzending. Die is was tot voor kort ambassadeur in Irak. En die zit nu in Ramallah als ambassadeur voor de Palestijnse gebieden. Zeg maar, op buitenlandse zakenniveau is het ook generaalsniveau. Maar we hebben toen 6 maanden lang ook samen opgewerkt. 6 maanden op uitzending. Maar we hadden wel bepaalde basisafspraken. Van hoe gaan we dat nou doen? Hè? Als een generaal van defensie en een diplomaat van buitenlandse zaken die samen een operatie moeten aansturen. En je had dus die 3D-benadering. Dus hadden we zeggen, defense, veiligheid. Als het gaat over veiligheid, dan is het uiteindelijk mijn call. We konden natuurlijk met z'n tweeën binnenkamers discussiëren en van mening verschillen. Maar dan namen we een besluit. We gaan het dit en dit doen. En naar buiten toe stralen we hetzelfde uit. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En dan ben jij de spokesman, zeg maar, van dat stuk. Op gebied van veiligheid. Ja. Als het ging over opbouw van het bestuur of het ontwikkelen, hè, economisch, dat was het zijn field of expertise. Hè, en dan had ik natuurlijk ook mijn mening. Mm. Maar als we dan samen een besluit hadden genomen met z'n tweeën, dan droegen we dat ook samen uit. Hè, dus, en ik denk dat het ook misschien een mooie les is voor niet-militair of zeg maar een management team of een raad van bestuur. Tuurlijk mag je intern bij discussies met elkaar van mening verschillen. Maar als je een besluit neemt, dan moet iedereen daarachter gaan staan en dat ook
blijven communiceren. Hè? En zo word je niet uitgespeeld. En dan kom je ook krachtig over. Hè? Dus wij hebben toen in ieder geval ervoor gekozen om altijd... Hè, we waren zo joint at the hip. Hè? Dus we liepen altijd samen. Waren we zichtbaar. Hè? En bij alle belangrijke activiteiten, hè, dan stonden we daar samen. Hè? En, dat, ja. En dan dat is zo'n unity of effort. Hè? Dus eenheid van inspanning. Dat we zowel in de militaire lijn als in de civiele lijn hè, dezelfde richting opgingen. Ja, en dan mensen die de intentie hebben om daartussen te komen, wil je zo weinig mogelijk kansen geven. Ja, geen aangrijpingspunten bieden, ja. Zoals ze dat militair zouden zeggen. Ja, hè? Ja. En dat is dan heel belangrijk, dat je dan wel die eenheid uitstraalt. En dat ze zeggen, nou ja, hè, kunnen we niet ergens daar iets anders regelen. Heeft bij die twee toch geen zin, dan kom je niet tussen, dan doe je het goed. Nee. Ja. Ja, maar het is wel belangrijk dat je ook persoonlijk goed klikt, hè. Dat ging bij ons fantastisch. Hebben jullie nog contact? Ja, ik ben afgelopen zomer nog bij hem geweest in Groningen. Wat goed. En we hebben nog samen een hapje gegeten. En zoals gezegd, hij zit nu in een Ramallah. Dus nee, wat wij vaak natuurlijk als een militaire hebben ervaren, hè, met zo'n uitzending, zo'n ingrijpende ervaring, dat maakt vriendschappen voor het leven. Nou, dat is bij ons dus op het hoogste niveau gebeurt dat dus ook. Ja. Dus zo'n commandant en zijn SIVREP, nou, dus wij... We hebben nog regelmatig contact. Ja. Nou, dat vind ik wel heel fijn. Ja, heb je dat met meer eenheden nog, zeg maar, waar je waar warm gevoel bij hebt, waar je nog mensen ziet? Of vanuit bepaalde een staf waar je nog veel contact mee hebt? Ja, goed. Ik ben toen als overste commandant geweest van de luchtmobielbataljon met een uitzending naar Bosnië. Als generaal commandant luchtmobielbrigade een uitzending naar Oeruzgan. Maar daartussen ben ik nog een keer als kolonel commandant geweest van het korps commandotroepen. Mm-hmm. Dat is ook natuurlijk een hele bijzondere eenheid. Daar heb ik ook 3 jaar de commandant van mogen zijn. En daar heb ik ook nog steeds contact mee. Ben jij dan ook groene beret drager of hoe gaat dat? Nou, het bijzondere was, ik ben geen commando. Mm-hmm. Ik ben niet commando opgeleid. En ik kan me nog goed herinneren dat ik heb een jaar in Amerika gestudeerd, kwam terug. Werd toen geplaatst bij de staf van de landmacht, toen nog in Den Haag. En op een gegeven moment moest ik bij de plaats van het bevel hebben komen. Ze hebben de tweede man van de landmacht. Mm-hmm. En die zei van, nou, ik ga even zitten. En ik zeg, ja, goedemorgen, generaal. Hij zei, ja, we willen dat jij commandant korpscommandotroepen wordt. En mijn eerste reactie was, zei, maar generaal, u weet toch, ik heb geen groene beret. Ja, zei hij, dat maakt niet uit, maar we willen jou daar hebben. Ik zeg, oké, nou, dan gaan we die kant op. Mm-hmm. Maar dan ga je dus als niet commando commandant worden van het korpscommandotroepen. En ga je dus leiding geven aan het elitekorps van de landmacht. Ja, en natuurlijk, dan word je natuurlijk als commandant word je wel natuurlijk wel even de maat geweten. Denken, wat hebben we nou voor een commandant binnengekregen? Maar uiteindelijk heb ik steeds gezegd, jullie moeten me niet beoordelen op wat op mijn hoofd zit, wat voor kleur beret, want ik heb toen gewoon de normale landmachtberet gedragen. Hè. Maar jullie moeten beoordelen wat onder die beret zit. En wat ik voor het korps kan betekenen. Hè, met mijn kennis, mijn ervaring, met mijn contacten. Hè, dus reken me daarop af en niet wat op mijn hoofd zit. Nou, dat is toen prima gegaan. Ik heb wel, bewust niet voor de rode beret gekozen? Nee, maar dat had toen helemaal had geen... in die tijd, dat was 2002, 2005. Toen was die relatie KCT Luchtmobiel nog niet zo eng zoals het tegenwoordig is. Toen was het gewoon 2-1 naast elkaar. Okay. Dus ik had wel mijn rode beret, maar ik denk, dat heeft geen... Ik ga gewoon lopen zoals iedere niet-commando die toen bij het korps... Liep gewoon met de normale standaard landmacht. Ja, dat is wel mooi, want ik denk dat je juist, hoe je net ook omschrijft, van nou kijk niet naar mijn beret, maar weer wat eronder zit. Ja. Dat je juist nog meer dienstbaar kunt zijn voor de opdracht waar je even bent. Nou, ik weet niet of je dat nog kunt herinneren, maar in die tijd speelde, toen ik commandant KST was, ook de berettenaffaire. Oh, dat er nieuwe landmachtberetten kwamen, die te groen waren. Ja. Nou, toen was ik dus commandant... Ja, ik had een zwarte beret, ik had er geen last van. Maar toen was ik dus commandant van de commando's. En toen kreeg de landmacht een nieuw dagelijks tenue, hè, net de uniform. Mm-hmm. Met een daarbij passende kleur beret. Alleen die kleur van die beret, die leek verdomd veel op de groene beret van de commando's. Mm. En toen waren, nou, tegenwoordig hebben we het ook over complottheorieën. Hè. Ja. En toen waren dus niet binnen het korps. Vaak komen ze uit, pas op. Niet binnen het korps, maar met name oud-commando's. Ja. Hè, je hebt allerlei commandoverenigingen. Die zeiden van, ze hebben potverdomme die... van nu bij ons neergezet om onze groene beret af te pakken.
Nou, dat had ik toen aan mijn fiets hangen van dat soort verhalen. Van. Ja, maar dat is niet waar. Hè? Dat kan nu dan ontkrachtigd worden. Dat kan nu ontkrachtigd worden, dat was niet waar. Dat was niet waar. Nee, want in deze podcast vertellen we geen leugens. Dus nee, dit is nee, helemaal, nee, nee, nee. Maar toen had ik dus wel aan mijn hand van, potverdomme, dat je dat soort verhalen, en die dan denk je van... Hè? Ja, voordat je weet gaat het een lopend vuurtje en dan is het zo. Hè? Ja. En dan denk ik, ja, we hebben nou mijn fiets hangen. Hè? Hm. En natuurlijk, ja, één, de landbouw ging dat uniform invoeren met die beret... Die heel veel leek op de commandobaret. Dan zeg je, nou, straks loop je hele landmacht voor het gevoel met een commandobaret. Dat kan ook niet de bedoeling zijn. Nee. Er waren zelfs mensen die de toenmalige baas van de landmacht adviseerden. Nou, je moet die vernoem daar weghalen bij het korpscommandotroepen. Want die loopt hier door schade op. Ik denk, maar dat gaan we niet gebeuren. We gaan niet het gevecht afbreken. Nee, nee. Ja. We gaan kijken of we het kunnen oplossen. Dus toen heb ik op een gegeven moment moest ik ook bij de bevelhebber komen. En toen heb ik geadviseerd. Nou, wat is het probleem? De kleur van de nieuwe landbouwbaret lijkt gewoon te veel op die van het Korps Commandotroepen, de groene baret. Dus we moeten kijken naar een meer afwijkende kleur die wel past bij het uniform. Nou, dat is uiteindelijk, heeft de toenmalige bevelhebber dat ook besloten. En is er dus een andere kleur bij dat nieuwe uniform. Een andere kleur baret. Ja. Nou, het wordt probleem opgelost. Welke kleur is het uiteindelijk geworden? Want eerst, ja, het is een beetje... We hadden eerst een beetje die viesbruine, weet je wel. En toen kwam inderdaad de groene. Ja. Wat is het dan geworden? Ja, er is iets wat meer bij het heel, heel donkerder, ja, donkerder richting, groen. Ja, ja, groen-grijzig is het meer, ja, geworden. Ja, ja, groen-grijzig. En, nou ja, en de les die je daaruit kunt leren is van... Kijk, als jij commandant bent van een eenheid of baas van een bedrijf... Er kan altijd iets gebeuren waar jij zelf geen invloed op hebt. Maar die wel impact hebben op jouw organisatie. Hmm. En dan kun je als baas onder druk komen te staan... Ja, dan, wat moet je dan doen? Dan moet je kijken, wat is de oorzaak van het probleem? En kan ik zorgen dat het probleem wordt opgelost? Mm-hmm. Ja, en nou ja, dat heb ik toen gedaan. En gelukkig ging de bevelhebber daarin mee. Ja. En wie was je opvolger? Was dat Otto van Wekken? Ja. Otto was je opvolger? Nee. Nee, moet ik even goed zeggen. Dat is ook wel leuk. Otto was mijn voorganger. Was je voorganger? Bij het Korps Commandotroepen. Ja. En ik heb het overgedragen aan mijn jaargenoot Kees Vollaert. Ja. En later, toen ik luchtmobiele brigadecommandant was, heb ik het overgedragen aan Otto van Wiggen. Hmm. Dus zeg maar, ik heb de groene beretten van Otto overgenomen. En ik had geen groene beret. Otto heeft van mij de luchtmobiele brigade overgenomen. Ja. Die had wel een groene beret, maar die heeft zeg maar, niet de rode beretopleiding gedaan. Maar die heeft toen wel zeg maar, zijn rode beret van de bevelhebber gekregen. Hmm. Dus dat was wel een leuke, ja, grappig, ja. Leuke, ja, ontwikkeling, ja. En Swillens, die is daarna, dus die KCT. Dus tijdens de Oeriskamp-periode was Swillens volgens mij commandant KCT, of niet? Nou. Jan Swillens was, je hebt meerdere malen, zeg maar, toen ik bataljonscommandant was. Toen was hij in het begin commandant van een van mijn compagnieën. Mm-hmm. Toen ik commandant van de luchtmobiele brigade was, toen was hij commandant van het 12e bataljon. Mm. En hij is toen met het 12e bataljon als... Battlegroep 8 volgens mij naar Uruzgan geweest. Ja. Dus hij was een tijd, was hij dus bataljonscommandant. En later is hij dus ook nog weer commandant KCT geworden. Dus hij heeft in feite, ja, 12e bataljon heb ik gecommandeerd, hij ook. En korpscommandotroepen heb ik gecommandeerd, ja, en hij ook. Ja, dus je ziet luchtmobiel en KCT daar wel met commandanten, zeg maar, vaak elkaar aflossen. Is het toeval, ja, is het toeval dat het... Ja. We hebben nu toevallig ook... dat nu is Paul Jansen commandant van de Korps Commandotroepen. Mm-hmm. En die is ook commandant van het 12e bataljon geweest. Ja. Ja. Dus, hey. Ja. Hey, maar je zegt dat leidt ook van de raad van besturen... van goh, weet je wel, samen rug recht houden... binnenskamers, bespreek de moeilijke punten. Ja. Zeg wat je vindt en denk, deel dat. Kom overeen, ga de deur uit. Je zegt ook van, nou, door omgevingen kun je als leider in een hoek gedrukt worden. Ja. Nou, weet je wel, hoe ga je ermee om dat je zelf niet schaadt, maar ook je club eigenlijk niet. Ja. Als je dan naar leiderschap buiten defensie kijkt, laten we een stapje naar de maatschappij maken. Hoe kijk je daar dan tegenaan? Is zeg maar dat gebrek aan wat ik daarnet omschreef, ook een oorzaak van dat mensen daarin misbruik van gaan maken? Of hoe zie je dat? Wat bedoel je daarmee? Gebruik aan... Nou, er is natuurlijk... Kijk, we leven in een gekke tijd. Er gebeurt van alles. Juist dan is misschien rugrecht met elkaar...
wie dat dan ook maar zijn. Dat daar misschien een gebrek aan is ontstaan de afgelopen jaren, omdat het misschien niet nodig was. En dat nou de rijen sluiten dan ook heel erg moeilijk wordt als maatschappij zijnde. Of dat nou op NAVO-EU-niveau is. Of dat nou binnen Den Haag, binnen de regering kabinet is. Je ziet dat overal wel een beetje terugkomen. Dat het heel moeilijk is. Wij maken een akkoord samen. En dat gaan we ook samen uitvoeren. Ja. Nou ja, laten we zeggen, we leven toch wel een bijzondere tijd. We hebben natuurlijk, we zitten nu hopelijk in het staartje van de coronapandemie. Maar ik denk dat, met name als gevolg van de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd vorig jaar, voor het eerst generaties Nederlanders geconfronteerd zijn met beperkingen in hun vrijheid. Denk maar aan de avondklok. We mochten 's avonds niet meer de straat op. We mochten maar twee mensen of drie mensen thuis nog ontvangen. Je kunt het niet meer voorstellen. Nee, nu kun je dat bijna niet meer voorstellen. Nee. Maar het is echt wel gebeurd. En dat was dan voor heel veel generaties Nederlanders voor de eerste keer. Hé, ik word beperkt in mijn vrijheid. Wat is dit? Nu hebben we natuurlijk ook nog dit jaar de oorlog in Oekraïne in Europa. Oorlog in Europa met allerlei consequenties. Nou ja, je hoeft de krant maar open te slaan. En het gaat over de kosten van levensonderhoud. Boodschappen worden duurder. Energieprijzen die hartstikke omhoog zijn geschoten. Dus iedereen merkt daar iets van. Dus we hebben genoeg uitdagingen momenteel in de maatschappij. Ja, en echt leiderschap wordt natuurlijk op de proef gesteld als het niet goed gaat. Ik heb het dus te makkelijk om een organisatie, een bedrijf te leiden of een militaire eenheid te commanderen als het allemaal smooth gaat. Dat is relatief makkelijk. Maar het echte leiderschap moet opstaan op het moment dat er problemen zijn. Want die moet dan worden opgelost omdat jouw bedrijf in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Of dat je jouw eenheid in gevecht raakt. Dan moet je dus als leider opstaan en gaan handelen. En dan denk ik, dat is in ieder geval mijn persoonlijke visie op leiderschap, dat er drie dingen belangrijk zijn. Als eerste, als leider, als leidinggevende, moet je altijd vanuit je eigen persoon leidinggeven. Ik heb dat straks ook al gezegd, maar ik wil dat nog een keer benadrukken. Je moet als leider niet een rol spelen. Een rol spelen omdat je denkt, nou, binnen bedrijf zie ik een directeur op die manier optreden. Misschien is dat de goede leiderschapstijl. Nee, je moet vanuit je eigen innerlijke overtuiging, jouw waarden en normen, de manier waarop je omgaat met mensen zoals jij dat wil, vanuit dat persoonlijke overtuigingskader, die normen waarden moet je leiding geven. En was vroeger een gezegde, oud gezegde, wat jij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Dus ga om met mensen zoals je zelf ook behandeld wil worden. Dus het leiderschap moet persoonlijk zijn. Het moet bij jou als persoon passen. Dat is één. Het tweede is, je moet als leider dienstbaar zijn naar jouw organisatie. Dus dienend leiderschap. Jouw mensen zijn er niet voor jou, om jouw carrière te helpen verder omhoog te stijgen. Jouw leiderschap moet je in dienst stellen van de doelstellingen van de organisatie. Jouw leiderschap moet bijdragen aan het realiseren van de doelstelling van de organisatie. Is dat nou winst maken bij een bedrijf? Is dat groei? Of is dat succesvol een operatie uitvoeren met een militaire eenheid? Jouw leiderschap staat in dienst van de doelstellingen van de organisatie. Maar ook in dienst van de mensen die in die organisatie werken. En ik denk dat dat in de huidige tijd, waar er in alle sectoren krapte is op de arbeidsmarkt, dat leidinggevende nog meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun werknemers. Eén, zorgen dat je voldoende mensen hebt. En maar ook de mensen die je binnen hebt, dat je die binnen houdt. En dat kan op vele manieren. En dat hoeft niet alleen te zijn door meer loon. Het kan ook zijn door het bieden van ontplooiingsmogelijkheden. Het kan zijn door het bieden van, nou ja, goed welbevinden. Mogelijkheden tot flexwerken, thuiswerk, kortom. Meer aandacht voor je personeel. Het moet niet alleen de HRM-afdeling zijn. Maar dat moet ook van de basis zelf komen. Dus persoonlijk leiderschap, dienend leiderschap. En dan het derde element is situationeel leidinggeven. Afhankelijk van de situatie moet je als leidinggevende in staat zijn om diverse typen van leiderschapstijl toe te passen. Het kan zijn dat het crisis is. Dat er heel snel gehandeld moet worden. Of zoals wij als militaire eenheid hebben, de shit hits the fan. Dan moet je heel snel tot actie over kunnen gaan. En dan moet je heel directief zijn. Snel besluiten nemen en dan moet er gebeuren wat de baas zegt. Als er nou meer tijd is,
of er is een toekomstig probleem. Er moet een keuze worden gemaakt voor over een fusie. Of over het afstoten van een bedrijf. Of het ontwikkelen van nieuwe producten. En je hebt tijd. Dan is het heel verstandig om ook jouw medewerkers te betrekken in zo'n proces. En dan krijg je veel meer democratisch of participatief leiderschap. Waarmee je ook draagvlak in de organisatie voor eventuele te nemen besluiten creëert. He, dus luister naar je mensen, vraag wat zij ervan vinden. He, maar het kan ook zijn dat je hebt dan ook andere termen, management by objectives, duidelijke doelen stellen. Maar je hebt ook management by wandering around. Gewoon als baas rondlopen, horen wat er speelt en dan een beetje richting geven. Daar moet je allemaal, afhankelijk van de situatie, mee kunnen spelen om uiteindelijk heel effectief te zijn als leider. En dat geldt denk ik in de huidige tijd. Ja, je ziet dat er heel veel dingen gebeuren, ook onverwachte dingen. En dan moet je dus daarop reageren. En dan moet je dus in leiderschapsstijl kunnen variëren. Dus als je die drie dingen, als je dat beheerst, persoonlijk, vanuit jezelf. Dienend leiderschap. Dienend leiderschap. Ja. Dankjewel voor die reminder. Ja. En onthouden alles. Situationeel. Ja. Als je dat kunt, dat is ook een kwestie van ervaring. Mm-hmm. Nou, dan denk ik dat je een heel effectief leider kunt zijn. Mm-hmm. Ik ben zelf heel erg gegroeid naar hoe ik naar dingen kijk vanuit waarden gedreven leiderschap. Mm-hmm. Omdat je dan eigenlijk als basis heb van goh, waar staan wij voor, waar sta ik zelf voor en waar sta ik voor met de mensen waar ik me mee omring. Ja. Dat kan dan je team zijn of je bedrijf. En vanuit dat waardegedreven leiderschap en waardegedreven zelfleiderschap dien je de organisatie of de maatschappij. Ja. Ik zie daar een beetje van wat je ook denk ik terecht zegt. Je moet heel erg persoonlijk, het moet bij je passen, weet je wel. Ja. Kijk, bedoel, als je als leider een rol moet gaan aannemen die niet past bij jouw waarden, dan is het niet meer persoonlijk, weet je wel. Zie je dan op dit moment binnen, ik noem het dan even de top, maar de top is maar net vanaf waar je kijkt, want de top kan ook al twee laagjes hoger zijn, de supermarktmanager bij wijze van spreken, dat we eigenlijk de afgelopen 10, 20 jaar gevormd zijn naar een maatschappij waarin we allemaal onze rollen aan het invullen zijn en niet meer de persoon zijn die we diep van binnen echt zijn. En als dan de shit hits de fan in de maatschappij, zeg maar, dat we eigenlijk top-down dingen aan het doorschuiven zijn en we weten allemaal, het voelt niet goed. En dan krijg je eigenlijk van onderuit, komt die weer terug, de onvrede, zeg maar. En iedereen heeft de juiste intenties, alleen het persoonlijk en de waarden zijn een beetje uit balans geraakt. Ja. Nou ja, goed, ik denk dat het grootste probleem momenteel in onze huidige maatschappij is dat er bij de burgers bijna geen of heel weinig vertrouwen is in het bestuur. Mm-hmm. Hè? Of dat nu op lokaal niveau is, het gemeentebestuur, of op het regionale niveau, het provinciebestuur, of op het landelijke niveau. En dat heeft natuurlijk met name te maken wat de afgelopen jaren allemaal is misgegaan. Denk aan de toeslagenaffaire. Er zijn genoeg dingen op te noemen. Dus het vertrouwen in de politiek en het bestuur, dat is bij de burger heel erg laag. Mm. Ja, en vertrouwen is natuurlijk wel heel belangrijk. Hè? Dat geldt voor een militaire eenheid. Hè? Als jij als eenheid, militaire eenheid, effectief wil kunnen optreden en in crisisomstandigheden, als het gevecht moet worden gevoerd, je heel directief leiding moet geven, dan moet er wel eerst vertrouwen zijn. Hè? Dan moeten de mannen ook vertrouwen hebben in de basis, zeggen dat die linksaf gaan. We gaan nu linksaf. Ja, maar wat jij eigenlijk voor die club KCT'ers deed, was eigenlijk heel erg vanuit jezelf delen hoe jij het voelde. Ja. En dan is het aan de ander uiteindelijk om dat te omarmen of niet. Ja. En als ze het niet omarmen, dan is het geen match. Nee, maar ik zeg ook, dat is ook hoe je met je mensen omgaat. Sommige mensen zeggen ook wel, het is hard met een D, maar ook soms hard met een T. Af en toe moet je harde besluit kunnen en durven nemen. Die misschien ook niet altijd even goed vallen, maar die wel noodzakelijk zijn voor de eenheid op dat moment of voor het voortbestaan van je bedrijf. Maar je moet ook, als het nodig is, hard hebben met een T voor je personeel. En daar moet je natuurlijk. Zou je het niet andersom doen? Dat je in eerste instantie altijd hard hebt voor je personeel, waardoor je ook hard kunt zijn met een D? Nee, maar die volgorde kan zo zijn. Ja. Want als jouw personeel voelt dat jij hard voor hun hebt, dan mag je hard zijn als het nodig is. Dan mag je ook hard zijn en dan accepteren ze ook als dat is. Want dan heb je dat vertrouwen opgebouwd. Precies, ja. En dat moet je natuurlijk, die credits moet je natuurlijk wel zelf verdienen. Mm-hmm.
En dat is natuurlijk wel de crux. En mensen hebben het ook vaak over, wat was nou het verschil tussen een manager en een leider? En vaak heeft een leidinggevende... Ik heb boeken vol hier staan, als ik uitleg. Ja, ik heb boeken vol over geschreven, ja. Maar ja, ik probeer het altijd zo simpel mogelijk te houden. Kijk, een leidinggevende heeft managementrollen, maar ook leiderschapsrollen. Dus in een leidinggevende komen die twee vaak samen. Maar het managen, zeg ik altijd, is het leidinggeven of het sturen van processen. En het leiden, dat is het inspireren van mensen. Ja. En dat zijn twee verschillende dingen. Maar die komen bij een leidinggevende, verlopen die vaak een beetje door elkaar. Maar een manager is geen leider en een leider is geen manager. Want het zit allebei een beetje in een leidinggevende functionaris. Ja. En daar moet je goed mee weten te handballen. En dat is denk ik belangrijk. Ja. Ja. En dan is... Ik zeg altijd van, ja, de leidinggevende is een van de rollen binnen een team, organisatie. Is de leider. Ja. Vaak is de leider krijgt de rol van leidinggevende. Ja. Omdat hij daar waarschijnlijk net iets beter is dan degene die de boekhouding doet. Maar ook die leider, die manage zijn werkzaamheden. Ja. Zoals die boekhouder ook zijn werkzaamheden manage. Dus we zijn eigenlijk allemaal manager van onze eigen taken. Alleen de rol van leidinggevende is... Vanuit zijn persoonlijke kwaliteiten, competenties, hoe je het ook wil noemen, pakt hij vaak de leidinggevende rol. En is hij dus de leider. Ja, goed, dan heb je ook weer de bekende discussie over de formele leider en de informele leider. Mm-hmm. Hè? Dus teamprocessen zijn vaak heel complex. Ja. Hè? Want iemand kan wel de formele leider zijn, omdat hij die basis van dat clubje, of de teamleider. En soms moet iemand anders even de leider de rol pakken. Ja, ja. Hè? Maar vaak heb je misschien een krachtige persoonlijkheid in jouw team, die op een bepaald deelaspect heel... de zakenkundige is, die wat ook een beetje informeel de leider is. Mm-hmm. Hè, als de baas er niet is, of die kun je natuurlijk ook gebruiken. Dus zet de mensen in hun kracht. Hè. Ja. Dat is natuurlijk ook een van de belangrijke dingen, denk ik, voor een leidinggevende. Ken je mensen, weet waar ze goed in zijn, weet waar ze niet goed in zijn, en probeer ze in hun kracht in te zetten. Ja. Ja, dan haal je het meeste eruit. Ja. Je hebt ook kleinkinderen ondertussen? Ja. Klopt, hè? Ja, ja. Dus bij opa. Ja, bij opa, ja, ja. Ik zat vanochtend op de fiets te denken, even over dit gesprek na te denken. Ik dacht van, goh, wel, het kan zo, mijn oudste zoontje is gisteren 11 geworden, of eergisteren. Dus het kan zomaar zijn dat ik over 10 jaar opa ben. Ja. Dat kan zomaar, hè? Ja. Hoe voelt dat? Is dat echt een nieuwe fase in je leven? Ja, dat is zeker zo. Ja, dat is zeker zo. En in de tijd dat... Ik zelf een dochter en een zoon kreeg. Dus was je natuurlijk volop met je werk bezig. Hè? En in die tijd werd de keuze gemaakt. Nou, pa die gaat werken en moeder is thuis, hè, bij de kindjes. Mm-hmm. Maar ik heb nu de tijd en de gelegenheid om dingen te doen met mijn kleinkinderen. Waar ik met mijn eigen kinderen te weinig tijd voor heb gehad of heb gemaakt. Dat is ook een keuze natuurlijk. Ja, daar geniet ik enorm van. Hè? Als ik die twee kleintjes pas één dag in de week pas ik op. Bij mijn dochter in Uden. En dan, momenteel gaat mijn kleindochter, Lieke, die gaat al naar groep 1. Hè, dus die breng ik dan 's morgens naar school. Ja. En dan heb ik tot 2:30 heb ik de tijd met mijn kleinzoon. Die is ruim 2. Ja, dat is natuurlijk fantastisch om te kunnen doen. Ja. En de jongste die gaat dan volgend jaar al naar de peuterschool? Nou, dit is nu 2,5. Hè, dus ja. Dat duurt nog even. Dus, ja, ze gaan even genieten. En als je naar die kleine kids kijkt dan, wat zijn dan dingen die je denkt van, goh, weet je wel, als ik dan, dat zou ik zo wel mee willen geven wat opa allemaal heeft meegemaakt of heeft gedaan? Oh ja, nou ja, daar heb ik nog niet over nagedacht. Nee. Ik ben nu gewoon opa en ik ben wie ik ben. En dus voor mij is het niet zo dat ze moeten weten van, mijn opa is generaal geweest en die heeft dit en dit gedaan. Nee, niet zozeer dat, hè? Nee, nee, misschien juist niet, hè? Wie weet. Nee, maar gewoon, kijk, ik kan me voorstellen dat je, puur van mezelf, dat ik van, goh, dit is ook wel dat met die kids, wat je wel, dat is ook wel iets moois vinden, als ze dat later meenemen in de dingen die ze zelf gaan doen in het leven. Dat kan van alles zijn, hè? Dat is... Ik vind het belangrijk dat kinderen in ieder geval de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen naar de potentie die ze hebben. Hè. Dat was zeker ook kijkend naar mijn eigen jeugd. Hè. Mijn vader had heel graag gezien dat een van zijn twee zonen het bakkersbedrijf had voortgezet. Maar onze moeder die stond erop hè, dat wij onze
potentie mochten benutten. Zij kon zelf goed leren, alleen ze heeft die gelegenheid nooit gehad. Nou, en wij hadden het geluk dat we allemaal goed konden leren. En zeg, toen mijn broer dus naar de KMA ging, op 17-jarige leeftijd, was ik 14. Hè, en toen moest ik nog een paar jaar naar het gymnasium. En als mijn vader het had voor het zeggen had gehad, dan was ik bakker geworden. Was je naar Dr. Poels gegaan? Ja. De poolschool. Ja. Ja. Ja, maar mijn moeder zei, dat gaat niet gebeuren. Maar ik kan goed leren, dus hij gaat iets anders doen. Hè, dus ja, ik hoop dat ook mijn kleinkinderen straks in een tijd kunnen leven waarin ze gewoon zichzelf kunnen ontwikkelen tot een mooi mens. En ja, een heel mooi leven mogen hebben. Hè. Mm-hmm. En natuurlijk, hè, je kijkt natuurlijk nu als grootouder met alle dingen die in de wereld gebeuren met enige zorg naar wat ontwikkelingen. En je hoopt natuurlijk dat zij net zo'n mooi leven mogen hebben als je zelf hebt gehad. Hè? Ja. Hè? En dat ze een goede gezondheid, later een leuke partner, een mooi gezin en ja, mooie ervaringen kunnen doen in het leven. Hè? Dat gun je natuurlijk iedereen. Hè? Kijk, en, ja, goed, en waar chaos is, daar is natuurlijk wel heel veel kansen. Kijk, we moeten niet, alle worst case scenario's kunnen benoemen, maar daar moeten we het niet over hebben. Maar waar chaos is in de wereld, of dat nou of chaos binnen een bedrijf of chaos binnen eenheden, er staan altijd weer dan de mooie talenten op om zeg maar het verschil te kunnen maken. Ja. We gaan wel een beetje zo'n tijd in nu dat je denkt, nou, de kinderen van nu, onze kinderen, onze kleinkinderen, zijn wel de mensen die straks het verschil weer kunnen gaan maken. Dus het is natuurlijk ook ontzettend mooi. Maar zo zie je ook, dingen gaan over generaties heen. Hè? Want ja, hoe hebben mijn ouders, hoe hebben jouw ouders gedacht? Hè? Kijken toen wij klein waren. Of onze grootouders, wat hebben die in voor een tijd geleefd? En denken, nou, wat er nu allemaal gebeurt. Ik denk dat het van alle tijden is. Ja. Hè? Dat heeft ook te maken met de levensfase waar je zelf in zit. Hè? Nu zit je als grootouder. Ja, dan kijk je natuurlijk anders tegen de dingen aan als toen je zelf nog jong was. Hè? Nou, je bent ook BN'er na de podcast, hè? Oh, is dat zo? Nee, maar ik was er wel aan. Ik ben zelf uit 77, Mark. En 76 ben je dan opgekomen. Ja. Dus was ik min 1. Dat is een beetje het tijdspad, zeg maar. Ja. Maar ik ben eigenlijk een kind van de jaren 80. Ja. En toen had je dus... toen was het in één keer Rusland in Afghanistan, weet ik nog. Ja. Dat zijn mijn beelden. Ja. Ik weet nog dat er in één keer demonstraties tegen kernwapens waren, of die wel of niet in volken waren. Ik herinner me die beelden nog op het journaal. Er was toen in één keer, die IRA was toen. Als in Nieuwbergen waren er in één keer mensen ontdekt van de IRA. We hadden een camping in Afferden. Ja. Nou goed, je kende de Rijksweg naar beneden. Dat was één halte verder, weet je wel. Dus in mijn jeugd was er ook altijd, het was altijd wel iets van dreiging, weet je wel. Dus ik denk ook dat we, zeg maar, ook in deze tijd, ook voor onze kinderen of ook vooral voor onszelf, moeten wel een beetje relativeren. Want eigenlijk is het van alle tijden dat we jaren hebben dat het gewoon niet zo helemaal lekker loopt met z'n allen. Ja. Uiteindelijk komen we er altijd weer doorheen. Ja, nee, goed, maar je hoopt natuurlijk dat mijn kleinkinderen mogen opgroeien in een tijd waarin ook ons land, maar ook Europa, gevrijwaard blijft van iets zoals oorlog. Ja. Want iets ergens kun je je niet voorstellen. Hè? Dus als je nu dagelijks die beelden ziet wat mensen in Oekraïne meemaken en wat dat voor verwoestend effect heeft, hè? Op gezinnen, hele families, hele bevolkingsgroepen. Ja, dat gun je natuurlijk niemand. Hè? Dus we moeten ook ervoor zorgen en dat dat ook in Nederland niet en Europa niet gaat gebeuren. Daarom is het ook heel goed dat er weer meer geld gelukkig naar defensie gaat. Want het was wel hard nodig. Mm-hmm. Ja, want ik heb altijd gezegd, defensie is toch een soort verzekering. En als je een verzekering afsluit, moet je polis betalen. En als je te weinig polis betaalt, heb je te weinig dekking. Ja. Nou, we hebben het afgelopen jaren te weinig polis betaald. Hè, dus we hebben nu onvoldoende dekking. We hebben nu een krijgsmacht die onvoldoende is toegerust om in geval van nood ons land in internationaal verband goed te kunnen verdedigen. Er gaat nu weer meer geld naar defensie. Hè, en daarmee betalen we dus meer polis, maar hebben we ook een betere dekking. Hè, dus dan krijgen we gewoon weer een krijgsmacht over een aantal jaren die gewoon in staat is om samen met de NAVO-partners ons Europese continent te verdedigen. Ja, en dat is eigenlijk ook gewoon je afschrikking. Zo moet je het ook gewoon zien. Ja, precies. Dus, ja. Ja, precies. En we weten nu dat er heel veel dingen niet op orde zijn. Binnen de landmacht en binnen de krijgsmacht. Nou, die basis moet weer op orde worden gebracht. En tegelijkertijd moet er weer nog meer worden geïnvesteerd om de krijgsmacht te vernieuwen. En ook de landmacht te vernieuwen. Dat lees je ook in de krant. Er worden nu weer raketsystemen
aangekocht voor langere afstand voor de landmacht. Nou ja, prima. Dus de landmacht wordt beter toegerust om in de toekomst, als het nodig is, ons land te verdedigen. En dat is, ja, dat is op zich wel weer een positief effect. Ja. En dat maakt ook dat het, zeg maar, voor de militairen die nu dienen, dat ze zien, oké, de tijd van bezuiniging is voorbij. Er wordt nu weer geïnvesteerd. En ook weer betere arbeidsvoorwaarden. Dus ik denk dat dat allemaal wel weer positieve effecten zijn van wat er voor een ellende is in de wereld. Maar ja, het had niet hoeven gebeuren. Nee. Nee, nee, het had niet hoeven. Nee. En ik kan nog herinneren toen ik dat uitje wat we hebben gehad natuurlijk. Toen had ik met Peter even contact. Ja. Ik zei, hoe gaat het? Ja, dat was natuurlijk in maart, was natuurlijk de invasie, februari-maart. Februari is begonnen, ja. En wij zijn natuurlijk in mei zijn wij naar Nijmegen geweest. Ja. Ik zeg, hoe gaat het? Hij zegt met mij, goed, maar sinds we met leger zijn, is het één grote bende in de wereld. Ja. Nou ja, nee, goed. Hoe kijken jullie ernaar? Je bent natuurlijk BD, je kent veel mensen die daar nu bij betrokken zijn, keuzes maken. Hoe voelt dat vanaf de zijlijn en daarna te kijken? Ja, ik volg het natuurlijk wel, hè, met meer dan gemiddelde belangstelling, laat ik het zo maar zeggen. Ja, je maakt je natuurlijk wel zorgen van, hoe gaat dit nou verder? Hè? We hebben natuurlijk in februari is Rusland de Oekraïne binnengevallen. We hebben natuurlijk nu gezien dat na een aantal maanden dat het leek het zich eerst een beetje te stabiliseren. Hè, waarbij Rusland dan de zuidoostrand van Oekraïne, die vier regio's en de aansluiting naar de Krim in handen had. Ja, nu is de Oekraïne de tegenaanval begonnen. En wordt er langzamerhand weer het terrein teruggewonnen. Maar de vraag is natuurlijk, hoe gaat dit nou verder? Hè? Hoe gaat dit conflict zich verder ontwikkelen? Dat is toch even lastig om dat te voorspellen, denk ik. Er wordt natuurlijk veel gesproken over het feit, ja, als Rusland nu weer terrein gaat verliezen in die regio's die ze inmiddels tot Russisch grondgebied hebben verklaard, illegaal. Ja, wat zijn dan de opties voor Poetin? En ja, veel mensen maken zich natuurlijk zorgen over, gaat hij ooit een keer op die kernknop drukken? Dat blijft ongewis. Dus die discussies komen wel weer terug. En dat zorgt natuurlijk voor veel onzekerheid. En onzekerheid is altijd iets waar mensen moeilijk mee kunnen omgaan. Ja. We gaan natuurlijk richting de winter. We proberen beide partijen een zo goed mogelijke positie te krijgen, zodat je in de winter een soort conflict krijgt. Of gaan ze ook in de winter juist die omstandigheden uitbuiten, de Oekraïners, om nog meer terrein te winnen. Dus het blijft heel, heel moeilijk onvoorspelbaar. Het is dus lastig. Er wordt natuurlijk heel veel over gesproken. Maar ja, we kunnen niet allemaal in het hoofd van Poetin kijken. Nee. Ik heb in het begin wel eens een keer gedacht. Ik heb een podcast over gehad volgens mij. Van, goh, die inval was net gebeurd. En het eerste wat ik toen zei, als wij nu gaan reageren zoals we 30 jaar geleden hebben gedaan, dan komen we gewoon weer in een 10-jarige oorlog waarin we teruggaan naar de jaren 70, 80. En dat is ook even, ik zeg niet dat we de Oekraïne wel of niet moeten ondersteunen. Dus die mensen moet je gewoon helpen, dat staat buiten kijf. Maar je gaat nu een soort van escalerende trap in met z'n allen. Dat zag ik eigenlijk een beetje in februari, maart al wel. Ja. Waar eindigt dat? Want uiteindelijk gaat er daar gevochten worden. Uiteindelijk staan we tegenover elkaar. Uiteindelijk gaat er gigantisch veel geld naartoe. Had je niet totaal anders moeten reageren op het geweld? Ja? Ik weet ook niet hoe of wat, maar we zitten weer in een spiraal. We gaan weer terug naar een ijzeren gordijn. Er is weer een koude oorlog. Over 30 jaar komt er weer een type Gorbachev voorbij en dan komen we er weer uit. Mm. Kijk, je zult een keer uit die spiraal moeten komen met z'n allen. En dan moet je door die zure appel heen bijten. En of dat hoe dat eruit ziet, ja, dat vind ik een beetje moeilijk. Want ja, je wil niet zeggen van, nou, misschien hadden we niet moeten ingrijpen. Want natuurlijk grijp je in, je ziet wat er gebeurt. Een beetje een soort van anticyclisch leiderschap, weet je wel. Poetin verwacht misschien dat we nu meegenomen, maar we moeten het niet doen, weet je wel. Wij doen dit niet meer. We gaan niet meer terug naar de tijd dat we lopen knokken met elkaar hier in Europa. En als jij dat dan wil doen, prima, maar dit zijn de consequenties. Dan geef je natuurlijk wel een stukje mensheid op. Ja, dat is ook heel lastig. Het is een moeilijke discussie natuurlijk. Ja. En dat is achteraf is makkelijk praten. Maar je zit wel in een spiraal nu. We zitten zelf ook een beetje in een fuik nu. Ja, maar goed, dat is natuurlijk vaker het geval dat je natuurlijk als leider of als
politiek leider of als internationale gemeenschap met een dilemma wordt geconfronteerd. Wat als ik ingrijp en wat als ik niet ingrijp? Mm-hmm. Nou ja, ingrijpen is misschien nu niet het juiste woord, maar we hebben natuurlijk als westerse alliantie, laat ik het zo maar zeggen, hè, NAVO, Europese Unie, niet ingegrepen. Want ja, dan zou de NAVO betrokken raken. Ja. Maar we hebben natuurlijk wel gereageerd, hè, door met name op nationale basis ieder land voor zich de Oekraïne te steunen. Hè, financieel, economisch, met militaire middelen. Maar de Oekraïners moeten uiteindelijk het gevecht zelf voeren tegen de Russen. En ja, er is natuurlijk altijd kans op escalatie. Hè. De escalatie kan zich in meerdere dimensies voordoen. Hè. Mm-hmm. Het kan escaleren doordat het conflict overwaait naar een ander land. Hè, dat andere landen betrokken raken. Dus het kan geografisch escaleren. Het kan escaleren qua middelen. Hè. Je kunt natuurlijk, als Poetin in de hoek wordt gedreven, nou, een kat in het nauw maakt rare sprongen, kan die overgaan tot inzetten van biologische wapens, chemische wapens, misschien kernwapens. Ja. Hè, dus dan escaleert het in dat opzicht. Ja, dat is heel moeilijk voorspellen. En ja, dan zijn natuurlijk heel veel scenario's die je kunt bedenken. Mm-hmm. Maar dan moet uiteindelijk wel een keuze worden gemaakt van, doen we iets of doen we niks? Nou, tot nu toe is de keuze gemaakt, we gaan op nationale basis steunen. Mm-hmm. Maar de Oekraïne moet het zelf doen. Ja, maar verbaal is dat, vind ik dat niet zo. Ik vind dat we verbaal, zeg maar, vanuit de leiders wel de oorlog zijn aangegaan. En dan hebben we het even terug naar de rollen. Nee, iedereen heeft natuurlijk wel veroordeeld, hè, dat Rusland Oekraïne... Ja, nou, veroordelen is één, maar ook gewoon echt gewoon... Ik vind dat we wel vrij snel gingen oorlogstaal uitspreken, zeg maar. Dan moet iedereen zelf weten. Maar we hebben het even terug naar de rollen, zeg maar, waar je het over had in het begin. Ja. Ik vind dat onze leiders nu een rol aannemen die dus niet bij ze past. Dus er zit niet in ze, weet je. Zo'n leiders hebben we op dit moment niet. Dat, voor mij voelt dat niet helemaal synchroon van, goh, wat jij zegt, of hij, past niet bij de persoon die je bent. Dus het voelt voor mij niet authentiek. En je zult uiteindelijk ook een bevolking in de maatschappij mee moeten krijgen, wil je dus, zeg maar, dat gaan doen. En dat vind ik op dit moment een beetje tricky, want we zijn een soort van spel aan het spelen wat niet echt ons spel is. Ja. En we proberen de spelregels te leren kennen, terwijl we aan het knokken zijn. Ja. Snap wat ik bedoel? Ja, nee, maar goed, sinds de Tweede Wereldoorlog, dus is al heel lang geleden. Ja. Gelukkig. Ja. Gelukkig wel. Zijn wij als land natuurlijk niet meer in oorlog geweest. En ja, dus we hebben ook geen leiders die in zo'n situatie hebben moeten handelen. Nee. Ja, en wij zijn van huis uit ook niet, denk ik, als Nederlanders, een oorlogvoerende natie, laat ik het zo maar zeggen. Ja. In de laatste decennia. Vroeger met Spanje, maar daarna. Ja, nee, ja, dat is al een tijd geleden. Ja. Dus ja, dat zit ook niet zo in ons DNA. Hè. De Nederlander is natuurlijk de dominee en de koopman. Hè. We hebben natuurlijk altijd op andere manieren geprobeerd, zeg maar, ons nationale belang zeker te stellen. En niet door te vechten. Dat is in de laatste tijden natuurlijk. Dus ja, dat is lastig, denk ik. Het is heel, heel moeilijk om te kijken wat nou de beste handelwijze is. Ja. Dus er is veel wijsheid nodig. Veel wijsheid nodig. Nou, ja. Dan gaan we afronden, Mark. Ja. Ja, heb jij nog plannen om een boek te schrijven? Nee. Is er niet aan jou... Nee, daar heb ik geen... Nee. En eventueel samen een keer met Peter iets doen? Nou ja, goed. Bij jou zijn we toen met z'n tweeën geweest. Dat vond ik op zich heel erg leuk. Ja. Hè? Omdat wij natuurlijk allebei vanuit onze eigen ervaringen dat ook wel willen delen, hè? Met jonge leidinggevenden die zich willen ontwikkelen. Dus dat vind ik op zich wel leuk. Ja. 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 Maar nee, ik hoef geen boek te schrijven. We gaan jou niet bij Jinek zien. Nee. Je ziet dat er een aantal mensen die dat nu doen. Hè? Dat zijn oud-collega's. Nou ja, Peter, Marten Kruijf, Tom Middendorp. Ja. Ja, dat zijn natuurlijk mensen die vanuit hun ervaring, denk ik, op een hele goede manier ontwikkelingen in de wereld kunnen duiden. Zeker als het conflicten betreft. Maar daar hoef ik niet bij te zitten. Ja, we hebben een mooie podcast opgenomen. Ja, vond ik leuk om te doen. Veel besproken. Ik vind vooral echt de verhalen van de commandanten als bij Luchtmobiel, bij KCT, de S4 en ook jullie achtergrond. Echt een heel mooi verhaal. Ik heb natuurlijk Peter ook hier gehad. Ja. Het is mooi om ze naast elkaar te leggen. De verschillen ook die je ervaren hebt, maar ook de overeenkomsten, zeg maar. Dankjewel voor de komst. Graag gedaan.
En dan komt het gesprek met Mark van UM alweer ten einde. Ik denk dat we ontzettend interessante dingen besproken hebben. Enerzijds de maatschappij en leiderschap en de verschillende rollen die we met z'n allen spelen. Maar ook mooie anekdotes uit zijn commandantentijd bij de landmacht. Samen met zijn broer Peter, hoe ze samen zijn opgegroeid, hoe ze naar school dingen hebben beleefd. Natuurlijk het overlijden van Dennis, hoe ze dat samen hebben gedaan. En ik denk dat het een hele mooie uitzending is geworden. Ik wil jou bedanken voor het kijken. Ik wil jou bedanken voor het luisteren. Like deze video. Subscribe je op een van onze kanalen. Dat kan zoals Spotify, Apple Podcasts, YouTube of een ander podcastkanaal. En ik wil Mark bedanken voor het komen naar de studio inhalen. Dank voor het kijken weer. En dan zeg ik einde bericht.